Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe Call of Duty Cold War video. Want vandaag is er weer een nieuwe update geweest op Call of Duty Cold War. Want seizoen 3 is eindelijk aangebroken. Dus vandaag gaan we weer lekker de update overlopen met jullie. Dus vind je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog voor je toch zeker niet abonneren, op het belletje te drukken. En dan gaan we gewoon beginnen bij begin. Want ik zit hier in het dagblad Play. Wat je hier kan zien is een paar nieuwe playlisten. Je hebt Yamato 24/7 en Diesel Face of 24/7. Dat zijn twee maps die zijn toegevoegd. Je hebt dan nog andere maps die zijn toegevoegd. Ook twee volgens mij. Maar ik weet wel niet welke eigenlijk. Dus dat is weer heel lekker dat ik het niet weet. Maar er zijn vier nieuwe maps toegevoegd. Je hebt dan ook nog Sticks and Stones die is toegevoegd. We gaan geen potje spelen nu, maar Sticks and Stones, wat het is, je hebt een crossbow, je hebt een knife, je moet daarmee mensen zien te killen, daarmee krijg je punten. Je hebt ook een tomahawk, en een tomahawk zorgt ervoor dat je gesetbacked wordt en dat je al je punten kwijtraakt en wie de meeste puntjes krijgt, wint. Maar dat gaan we doen in de volgende video, want Sticks and Stones is een van mijn lieveling game modes van vroeger en we gaan dat zeker nog gaan doen. We hebben hier dan de wapens. Want er zijn ook twee, nee, meer vier nieuwe wapens volgens mij. Want die staan hieronder. Nee, geen Asset Rifle, wel een PPS HMB submachine gun. Die zat ook in Black Ops 3. En in een andere Call of Duty. Maar ik weet niet meer wat. Maar de PPS H unlock je aan tier 15. Dus dat is wel heel goed. Geen supply drop, je moet het er niet uithalen. Gewoon battle passen en klaar. Tacticals heb je niks, light machine gun ook niks. Je hebt wel een nieuwe sniper, de Swiss K31. Ziet er een goed snipertje uit, alleen ik ga hem niet gebruiken, want ik kan het niet. Je unlockt hem wel aan tier 31. Dan bij de melee wapens heb je ook een, volgens mij een baseball bat. Maar volgens mij is dat voor Warzone, ik weet niet of dat hierin zit. Volgens mij zat er een baseball bat in, maar ik zie hem hier niet tussen staan, waarschijnlijk voor Warzone. Maar bij de special heb je ook nu de ballistic knife natuurlijk. Maar anders kun je geen Sticks and Stones spelen. Wat ook nieuw is bij de operators, maar je hebt nieuwe poppetjes. En je hebt nu ook de random. Ja, die is ook toegevoegd. Of, ik weet niet of dat die erin zat. Ik heb dat nog nooit gezien, maar volgens mij is het nieuw. Maar je hebt allemaal nieuwe poppetjes ook. Operators. Ik weet niet waar dat die staat. Oh nee, coming soon. Maar deze komt nog. De Antonov. De Wraith zit hier er al in. Ja, unlocked in de Battle Pass. Die heb je ook nieuw. En deze coming soon. De Knight. Die komt ook nog. En hier heb je dan, wacht hoor. Hier coming soon. De Captain Price. Zo, Captain Price. En deze CDL pakje. Nee, je hebt allemaal weer nieuwe pakjes. Ik weet niet of het echt leuk is. Volgens mij hebben we er echt niks aan. Wat wel interessant is, is die challenges. En daar ben ik laatst mee gestart. En die challenges, want daar krijg je nog redelijk veel XP van. Dus ook leuk, wat behaalt al die pakjes dan. Maar vooral voor het XP is dat wel handig. Want het is nu zo dat iedereen weer level 1 is. En dat je moet naar level 200 gaan. 3 tiers halen. En dan kun je weer verder met je normaal level tot level 1000. Alright, de moment supreme is natuurlijk de battle pass. En ik wil eigenlijk echt god points halen, maar mijn bankkaart die werkt godverdomme niet. En ik wil net 25 tiers extra bij kopen, want ik wil deze bundle kopen. Maar ja, hey, aangezien dat het niet werkt, ga ik deze pakken. Hoppa. 1000, dan moet ik maar veel tiers halen. Anders had ik 25 tiers extra. En nu moet ik vanaf tier 1. Dat is lastig, maar haalbaar. Natuurlijk hebben we eerst de pakjes, de twee pakjes, een horloge en Battle Pass. Ja, zeg maar tier boost. Ja, season 3 XP boost. Altijd handig. Dan. Wat is speciaal aan deze battle pass hier? Tier 3. Een XP'tje. Dubbel XP token van een uur. Bij tier 5 hebben we natuurlijk een wapentje. De Anodized Carbon. Tactical Rifle. Dat ziet er wel nog redelijk
chill uit. Het is natuurlijk een blueprint. Kotpontjes erbij. Double XP token van een uur. Ook een mooie autoskin. Voor een warzone of voor een zombies. Kan allemaal. Ik weet niet wat dit is. Oh, een emblem. Oh, oké. Okay. Dan hier een operatorskin. Ook altijd leuk. Kotpoints. Een uur XP. En dan hier de PPSH. Full auto submachine gun. Faster fire rate. With a large bullet spread. Ja, dat is een heel leuk wapentje. Ik zweer het, Black Ops 3 heb ik die zo vaak gebruikt. Die krijg je natuurlijk nu op tier 15, dus op zich krijg je hem nog redelijk snel. Hier een fingerknip, ook altijd een snap, een snap. Kotpuntjes erbij, dan nog een blueprint voor een submachine gun. Voor welke is dat? Voor de AK-74U. Ook altijd leuk. Hier dan een elimination move. Zo, oké. Ik weet zelfs niet hoe dat moet doen, zo'n elimination. Nou ja, we gaan het wel een keer testen. Hier een weer terug een skin. Ook een vet poppetje eigenlijk. Beetje standaard, maar wel leuk. Krijgen we hier een blueprint. En die is echt, die ziet er echt leuk uit, jongen. Moet je kijken wat een camel dat erop zit. Holy macaroni. Hier kreeg je dan nog double XP voor 45 minuten. Kotpontjes. Hier kreeg je weer een wapentje. Oh, die skin ziet er ook eigenlijk echt weer dope uit. Zijn echt goede skins toegevoegd. Wauw. Ja, ik vind hem echt leuker uit. Je moet echt meer skins gaan halen. Ik zet nooit een skin op mijn wapen. Dus ik snap niet ja, waarom dat eigenlijk niet doet. Ik zie wel dat we de tier wel nog kunnen skippen. Oh nee, dat kunnen we niet. Dan moeten we echt veel betalen. Maar dat gaan we niet doen. Krijgen we ook nog een brommertje. Ook altijd leuk. Heb je niet veel aan. Weer een wapenskin. Voor de Gallo volgens mij is het. Is het niet echt helemaal mijn stijl. Maar het ziet er wel ook niet verkeerd uit. Dan op tier 29 krijg je ook een 15 minuten XP weer. Op tier 30... De nieuwe sniper, de Swiss K31. Ziet er ook weer heel top uit om te gebruiken. Volgens mij is, moet die kogel per kogel en dan weer het haakje overhalen. Krijgen we weer 100 kotpontjes. Een horloge. Die boeit ook niet. Double XP. Een weapon of een jester. De piece. Ook altijd leuk. En ik doe mijn battle pass weg. Oh jee, het gaat weer helemaal fout hè. Waar waren we? Hier. Kijk, weer een weapon. Oh, die is echt lelijk. Die vind ik niet mooi. Die is lelijk. Hebben we hier op tier 39 een autootje voor een warzone. Niet echt heel speciaal. Weer een poppetje, 100 kotpoints. Weer een wapenskin. Oké, die vind ik weer iets leuker eruit zien. Ja, die ziet er echt goed uit. Dan zijn we de helft van de battle pass en hier heb je weer een wapenskin, die is wel echt lelijk. Double XP, charm, zo die ziet er ook wel nog niet verkeerd uit, alleen, nou, het valt mee, het ziet er niet verkeerd uit, hè. Laten we het daarop houden. Tier 56, XP'tjes, of 57, die ziet er ook leuk uit. En deze is alweer mooier dan die RPD. Deze ziet er wel vet uit. Weer een poppetje, XP'tjes. Hier hebben we ook nog eentje voor de Bullfrog. Alleen ook niet echt speciaal. Nee. Double XP'tjes. Een poppetje. Ja, die ziet er goed uit. en wat is dit voor een wapen? Het ziet er wel heel goed uit hoor. Zo, met de alientje op die Mac, jongen. Oké, top. Dan hebben we nog de knetter. MP5. De MP5 is ook sterker gemaakt. En nu doen ze dit erin. Oh, dit ziet er echt heel dope uit. Die wil ik. De knetter. Wauw. Oké, die ziet er echt goed uit. Double XP'tjes. Poppetje. Sniper. Niet echt heel mooi. En ik weet niet wat voor wapen dit is, maar het ziet er echt wel nog redelijk goed uit.
Oké. Nice duplex speeches. Camo voor de pistooltjes. Een poppetje. Heel gaaf. Zo was dit. Dit is voor de. Is dit voor de PPSH? Is toch geen PPSH dit? Ik ken heel die wapens niet. Even verkleurd. Oh my god, hoe meer kills hij maakt, hoe meer dat hij verkleurt. Moet je kijken. Holy shit. Oké, nice. We hebben double XP'tjes, cut punches. Het poppetje. Tier 100. Die ziet er echt wel heel dope uit. De White Queen. Die ziet er echt heel leuk uit. Samen met de White Queen. Of Queen. Queen Sniper. Camotje. Zo de knetter. En dan natuurlijk nog een auto en een emblem. Dat je gefinished bent. Het ziet er echt allemaal heel. Er zitten echt leuke dingen in. Er zit ook veel troep in. Dat je nooit gebruikt. Maar er zitten echt ook veel leuke dingetjes in. Die tiers gaan we proberen te halen. Ik ben op zich wel benieuwd of we tier 100 gaan halen. En als we het halen, hoe snel we dat gaan halen. Hebben we nog een gratis bundel. Dus die kunnen we even claimen. Zo. Nice, hoppa. Die is van mij. Een calling card. Ik heb dat altijd al willen hebben. Voor de rest is er niks meer gratis in. Nee. Het ziet er echt allemaal leuk uit. Misschien nog een keer leuk dat ik mijn stats ga laten zien. Van een voorbije seizoen. Het is niet heel bijzonder. 1.5 kill death ratio. Dat is echt. De laatste dagen is het echt omhoog gegaan. Ik heb vroeger niet veel Warzone gespeeld, of Warzone, Call of Duty gespeeld, maar nu speel ik deze Call of Duty wel heel veel. En je ziet het, het is niet echt heel bijzonder, ik heb meer zombies gedaan dan de multiplayer eigenlijk. Dus ja, ik vind het allemaal prima. Wat kan je medals laten zien? Medals, ja, kijk, medals is ook interessant, ik heb 2 killchains gehaald, 2 nucleairs, 1 ultra kill. En mijn hoogste streak was een 36. Dat was 6 unstoppables. En dat was eigenlijk. Toen ik mijn eerste nucleair haalde, was ik op mijn 30ste dood gegaan. En zat ik geen unstoppable. Dus mijn hoogste streak is 36. Ja, 2 nucleairs is niet verkeerd, hè. Niet verkeerd. Voor de rest, dit is ook nieuw toegevoegd als je daar interesse in hebt. Kleine minigames, arcade gamesjes. Stelt niet veel voor, maar het is altijd wel een keer leuk om te spelen. En volgens mij ben ik er doorheen, wat de update betreft. Zombies zetten er ook wel wat nieuwe dingen in, volgens mij. Black Ops Cold War, owner bonus. Oh nee, shit, niet naar multiplayer, kom op. Zombies. Ja, kijk, er zit een nieuwe zombie map in. Of ja, er is een deel toegevoegd in Outbreak volgens mij. Maar ik weet het niet, maar ik kan wel de nieuwe maps al spelen hier. Yamantau en zombies, dus dat is wel top. En volgens mij was er ook iets. Field upgrade, ja, Toxic. Die is ook toegevoegd. En voor de rest was er niks meer nieuws. Even de horloge aanzetten. Nee, voor de rest is er niks meer. Dus hebben jullie genoten? Dus zeker het duimpje omhoog, we gaan zo snel mogelijk. Sticks and Stones spelen, de nieuwe maps, zoveel mogelijk nucleairs halen dit seizoen. Dus vind je het leuk, dus zeker een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer weer terug. Joe.